Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Drinken uit de Bron. Deze keer wil ik met jullie niet gaan stilstaan bij een van de verhalen uit de Evangelie, maar willen we speciaal aandacht schenken aan hetgeen wat komende week op de planning staat, namelijk het feest Pesach of Pascha of Pasen zoals u het misschien kent. En voordat ik het doe wil ik eerst eigenlijk een korte introductie geven waarom dit zo belangrijk is. En hoe kan het ook zo zijn dat alle gelovigen in de christelijke kerken eigenlijk een maand geleden Pasen hebben gevierd en dat Joden volgende week pas het Pesach gaan vieren? Nou, dit heeft er alles mee te maken dat in de vierde eeuw het concilie van Nicea is gehouden. En dat was zeg maar de eerste grote vergadering van gelovigen, van bisschoppen en dergelijke, die met elkaar gingen discussiëren over hoe nou ons geloof vorm te geven. En zij hebben daar op dat concilie besloten om afscheid te nemen van wat in hun ogen Joods was. Nou hoef ik u waarschijnlijk niet te vertellen dat deze besluiten, die waren gebaseerd op pure antisemitisme en ook een stuk vervangingstheologie waarin ze zeiden wij als christenen zijn het nieuwe volk van God, etcetera, etcetera. Maar deze beslissing heeft natuurlijk een enorm grote scheiding aangebracht tussen gelovigen uit de volken en het Joodse volk. Want voor dit concilie van Nicea kwamen namelijk de gelovigen in Jezus en Yeshua wel bij elkaar op die 14e dag van de Nisan van de Joodse, eerste Joodse maand. Dat betekent dus dat zelfs na de dood van Jezus de gelovigen de feesten van God hielden, zoals ze in Leviticus 23 worden aangemerkt. Daar staat de feesten des Heren, de feesten van Jehova. Er staat niet Joodse feesten. Dat is ten onrechte in uw hoofd geslopen misschien. Maar we moeten dat afleren. Want er staat gewoon, het zijn mijn feesten. Het zijn mijn ontmoetingsdagen tussen jullie en mij, zegt God zelf. Ten tweede, als we gaan kijken naar het Exodus-verhaal, zien we als het ware wat je noemt een blauwdruk. Een blauwdruk voor het volk van Israël, maar ook voor de laatste dagen, voor de zogenoemde eindtijd. En wat u daarbij moet weten is dat er een heel mooi patroon zit verweven in de Bijbel. En dat patroon noemen we de zegen en de vloek. En als het volk van God deed wat God zei, simpelweg, ontvangen ze zegen. En die uitte zich in voorspoed, vruchtbaarheid van het land en van het vee, et cetera. Ook van de mensen, dat ze talrijk zouden worden. En dat ze specifiek dat ze in het land konden verblijven en de vijanden zouden uit de buurt blijven. Dat deden ze echter niet, dat is de vloek van de wet. Dus als het ware net zoals de zwaartekracht, dan gingen er dingen volgen. God trok zich terug en als gevolg daarvan ontstonden hongersnoden. En uiteindelijk leidde dat zelfs als ze zich niet bekeerden door de profeten heen tot ballingschap. En dat is de ultieme vorm van straf, zou je kunnen zeggen, in de Bijbel. God heeft nooit toegelaten dat zijn ganse volk werd afgeslacht. Het was een tuchtiging die ertoe had moeten leiden dat het volk zich bekeerde en terugkeerde naar God. Dus je ziet, heel mooi, want in het Exodus verhaal zien we dat het volk in ballingschap was, toch? Ze waren in Egypte. En toen gingen ze zich uitroepen naar God, de enige ware God, naar Jehova, de schepper van hemel en aarde. En die hoorde hun. En op dat punt, omdat ze zich bekeerden, zag God naar ze om. En riep Mozes bij zich om het volk te verlossen. We will not weep like the ones who have no hope.
is not the end of the road. Grief is not the end of the road. We will not weep like the ones who have no hope. Grief is not the end of the road. Comfort for the weary, driving every tear, redeeming every moment, and all the broken here, clinging to the promise that we will rise with Him. This is not the end. This is not the end. That is not the end.